Wat ze vroegen op de Aki was, je neemt je atelier mee naar de Aki en dan koppel het maar los, die enorme wand. Nou, dat was gewoon niet te doen natuurlijk. Dus toen heb ik losse panelen gemaakt die precies de laadbak van mijn Ford Transit hebben, zodat ik dit houten huisje mee kon nemen naar Enschede. En dat heeft daar gestaan. Kijken. Deze heb ik net verkocht. Deze staat hier. In de stijl van de panelen langs het spoor. Alleen dit is geen paneel langs het spoor. Langs het spoor hangen kunstwerken van mij. Die sporen, die heb ik deels opgenomen. Het was eind maart dat ik dit heb opgenomen. En het is een soort mars geworden. En daarom heet het nummer March to April. Ik had hier op de grond planken liggen, grote houten platen. En op die houten platen, ik had een stapel, zodat als je er dit op doet. Daarom wou ik eigenlijk die houten platen hier nu ook neerleggen, zodat je ziet hoe het werkt. Op die houten platen had ik nog weer bakjes met losse spulletjes erin, zodat je meer dat het rammelt. En dus dat er als extra geluidseffect. Dus dat is de basis van dit nummer. Het is bijna een soundscape, zou je kunnen zeggen. En zo heb ik bijvoorbeeld in 2013, heb ik samen met mijn maatje Phil, met wie ik ooit ook naar Griekenland ben gelift, heb ik gezegd van ik wil lopend naar Amsterdam. En dat idee komt dan een beetje voort uit dat mijn vader vertelde dat vroeger in de oorlog mensen een hele stukken moesten lopen om. En mijn opa en oma, die om naar school te gaan ergens, moesten ze ik weet niet hoe ver lopen. En zo liepen wij van Almelo naar Nijverdal, van Nijverdal naar Okkerbroek, van Okkerbroek naar Deventer, van Deventer naar Teuge, van Teuge naar Apeldoorn. Van Apeldoorn naar Radio Kootwijk, van Radio Kootwijk naar Barneveld, van Barneveld naar Amersfoort, van Amersfoort naar Hilversum, van Hilversum naar Naarden, van Naarden naar Amsterdam. En sommige stukjes waren wel 25 kilometer, maar toen hadden we de smaak te pakken. En elke dag traden wij ergens op en werden we in de watten gelegd. En waren wij two troubadours walking. En dat was een heel basic, een oorspronkelijke manier van reizen. En het was een van de mooiste avonturen die ik beleefd heb. Ik liep in Zwitserland bovenop een bergtop. En ik was daar niet naartoe geklommen. Er ging een treintje helemaal naar boven. En omdat er een treintje naar boven ging, stikte het van de toeristen bovenop die berg. En omdat het stikte van de toeristen, hadden de lokale uitbaters van die bergtop, hadden daar waarschijnlijk ook wel een of andere friettent neergezet. Maar ook een Zwitsers tafereel van een Zwitserse man en vrouw in klederdracht met hun hond met drie uitgezaagde hoofdjes. En dan kon je dan als toerist, net als in Volendam, kon je daar je hoofd doorheen steken. En dan was je eventjes een echte Zwitser of hun hond. En even verderop liep ik naar de rand van die bergtop en keek ik uit over het ravijn. En wie keek daar mee over het ravijn? Jezus aan het kruis, zoals we hier in Twente ook op allerlei plekken, vooral in het katholieke deel van Twente, Jezus aan het kruis zien hangen, midden in een veld. En ik dacht, 1 en 1 is 2. Dit is misschien nog niet eerder gedaan. Dus heb ik later, toen ik een expositie moest maken in het Kunstenlab in Deventer, heb ik Jezus aan het kruis gemaakt. En dat is niet uit spottende... Niet spottend bedoeld, maar wel voor iedereen die eens wil ervaren hoe het is om aan het kruis te hangen.
Het was in de tijd dat ik speelde met anagrammen en ik dacht twee hulpmiddeltjes bij het gitaarspelen. Een capo en een plectrum. Daar maak ik een paar plumtrek van als alter ego. En er zijn veel beroemde gitaristen die Paco heten of hebben geheten. Ik dacht, er kan er nog wel eentje bij. Hij duikt voor het eerst op bij de bedankjes voor mijn tweede cd. Dat is in 2002. Daarin bedank ik Paco Plumtrek. Dit is de gitaar waar ik op heb leren gitaar spelen. De gitaar die mijn moeder voor haar 12e verjaardag heeft gekregen. Nieuw. Dat was in 1950. En ik ben gevraagd door een project, Twent Silver, om een liedje voor mijn moeder te schrijven. Of om een liedje te schrijven voor een oudere, moet ik zeggen. En dat gaat zo. We zijn hier trouwens in de kolkschool. De kolkschool komt ook nog voorbij in dit nummer. En dat is omdat mijn moeder hier les heeft gegeven. Ogen dicht, dan ben je weer terug. De koeien die staan buiten in de wei. Als in een film, je had nog nooit een film gezien. Met elkaar op de boerderij. 5 of 6 jaar, de jongste van het gezin, zong je toen al vrolijk mee. Tekst in het Engels en een mooie harmonie, je ouders en de zusjes met z'n twee. Het eerste wat je kon zingen, je zong het zonder schroom. Je was misschien een jaar of 5 of 6, dit was jullie old Kentucky home. De kookschool daar is een nieuwe kleuterjuf. Ik ben op zoek naar haar gegaan. Let op de kinderen buiten op het plein, te denken aan, ja, waar denkt ze aan? Ze zingt het voor de kleuters, ze zingt het zonder schroom. Voor de klas met haar 23 jaar en dat liedje van The Old Kentucky Home. We gaan op reis, je gitaar die gaat ook mee. We rijden naar Valthermond terug. Daar rechtdoor, het hele eind langs het kanaal en dan uiteindelijk rechts over de brug. Je zingt nog steeds die liedjes, de kinderen zijn nu groot. De zon schijnt fel en je zit op je terras onder een boom en de poes die zit op schoot.